de zon schijnend door de wolken, de vernietigende kracht van de bliksem, het futuristische van een groene neonstraler of het vredige licht van een kaars. Licht, wat prachtig, maar wat is licht? Wel, we kijken eerst eens naar een wateroppervlak en we gooien er een steen in. Plonk, je ziet, er ontstaan golven en die golven breiden zich naar alle kanten. En een mooie van golf is dat het lijkt alsof er iets van links naar rechts gaat. Kijk, hè, ik heb hier een golf en de berg gaat die kant op. Ah, hier is nog weer een berg. Kijk, die gaat die kant op. Zo. Maar als je nu één deeltje bekijkt, dan zie je dat het ene deeltje alleen maar op en neer gaat. Oftewel, het lijkt alsof iets naar rechts gaat met een bepaalde snelheid, maar als je één deeltje bekijkt, dan zul je zien dat het precies op zijn plek blijft. En het gaat maar op en neer gaan. En dat op en neer gaan, het aantal maal dat dat per seconde gebeurt, dat wordt de frequentie van een golf genoemd. Nou, en zo gaat licht ook. En licht heeft een ontzettend hoge frequentie. Ja, zo ongeveer 5 keer 10 tot de macht 14 maal per seconde golft het op en neer. En dat wordt uitgedrukt in hertz. Behalve dat het zo'n grote frequentie heeft, heeft licht trouwens ook een ontzettend hoge snelheid. 3 x 10 tot de macht 8 meter per seconde. Enorm dus. Dus, licht is gewoon, net zoals een watergolf, een golfverschijnsel. Maar, dat is logisch, voor een watergolf heb je water nodig om te golven. En voor licht heb je absoluut niks nodig. Het kan gewoon door het vacuüm. En daar hoef je niet verbaasd over te zijn natuurlijk, want hè, denk maar aan de zon en de aarde. Hoe komt het licht hier? Ja, er is niks tussen aarde en zon in. Oftewel, vacuüm is geen belemmering voor licht. Prachtig. Nou, en die frequentie van het licht, die bepaalt de kleur. Hè, zo heb je rood licht, die is 4 keer 10 tot de macht 14 hertz. En als je violet bekijkt, ja, die is flink hoger, 7 keer 10 tot de macht 14 hertz. Dan kun je denken van, hé, 4 en 7, is er niks onder de rood en niks boven violet? Ja hoor, want licht is maar een heel klein deeltje van alle golven die het elektromagnetisch spectrum bevatten. Elektromagnetisch spectrum, ja, dat is een ontzettend breed gebied. Een heel klein deeltje daarvan, dat zien wij en dat noemen wij dan het zichtbaar licht. He, maar als je dus hier krijgt bij de hele hoge frequenties, dan kom je bij de kernstraling. En bij de ontzettend lage frequenties, he, dan krijg je de radio en bij de elektrische leidingen. Dus het is maar een heel klein gedeelte van wat je echt te zien krijgt. De snelheid van licht, 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde, die is altijd gelijk. Je zult licht nooit in vacuüm hoger of lager kunnen aantreffen. En niks anders kan sneller dan het licht. Ja, het is echt de absolute grens voor de snelheid. Kan licht niet trager? Nou, in vacuüm niet, maar in andere stoffen wordt het wel vertraagd. Ja, zo is licht in water 1,33 keer minder snel. In glas is het 1,5 keer minder snel. En diamant spant de kroon, want die is 2,41 minder snel. Ja, en deze getallen trouwens, hè, misschien dat je het nog bekend voorkomt, maar die getallen die worden de brekingsindexen genoemd. En die staan natuurlijk weer in, precies, binas, tabel 18. Ja, voor de diverse stoffen zie je hier de brekingsindex. En je ziet hier meteen trouwens ook dat het afhankelijk is van de kleur. Ja, en je ziet hier inderdaad glas. En je hebt heel diverse soorten glas trouwens. Ik heb 1,5 gezegd. Maar je ziet inderdaad ook andere soorten die hebben weer andere brekingsindexen. En waarom wordt het brekingsindex genoemd? Omdat het het licht kan breken. En dat wil ik aantonen met behulp van dit voorbeeld. Het asfalt, dat is de snelweg.
Dat is het vacuüm voor het licht, daar gaat het maximaal snelheid. En de berm, dat is de stof. Zodra je in de berm komt, dan word je afgeremd. Oftewel, je hebt een snelheidsverschil. We kijken naar een auto toe. Ja, een auto zit eerst op het asfalt, dus maximale snelheid. En hij gaat scheef richting berm. Ja, daar loopt hij. En op het moment dat hij de berm raakt, dan zal dus het rechterwiel het eerst in de berm komen. En het linkerwiel, dat komt pas later. Dat betekent dus dat rechts eerder afremt dan links. En het gevolg daarvan is dat je dus een kanteling van wagen krijgt. Oftewel, hij maakt een draai naar rechts. Even met een pijltje erbij. Ja, de auto gaat die kant op. Wordt afgeremd. Hij draait bij. En hij rijdt die kant verder op. Ja, en dan krijg je dus dat je zo'n prachtig mooi gebroken lijn krijgt. Betekent even normaal. Ja, net als met een spiegel. En dan krijg je dat je daar de hoek van inval heeft. Ja, de hoek van inval is invallende lichtstraal en met de normaal. En daar heb je de hoek van breking. En dat betekent dus dat als je van snel naar traag gaat, en van vacuüm naar een of ander stof, dan zul je dus zien dat licht altijd een breking heeft en die breking is naar de normaal toe. We kijken dat eventjes met een lens. Ja, licht vanuit de lucht, nu ga ik het iedere keer over vacuüm. Maar lucht heeft een brekingsindex van 1,000292. Dus dat is praktisch vacuüm. Nou, komt het op het glas, doen we er eventjes voor de aardigheid een brekingsindex van 1,5. En hoe breekt die lichtstraal nou? Nou, betekent even normaal. Licht zou, als er geen glas was, gewoon rechtdoor gaan. Maar het gaat dus nu van snel naar traag, betekent dus dat het naar de normaal toe breekt, oftewel de lichtstraal die buigt wat naar beneden af. Nou, dan komt hij op het volgend oppervlak, daar teken ik hier weer een normaal. En nu gaat hij van traag naar snel, betekent dus dat het net andersom gaat. Hij gaat dus dan niet naar normaal toe, maar juist van normaal af. En vanwege de vorm van het glas zie je dus wat er nu gebeurt. Ja, hij zou rechtdoor gaan, maar hij gaat dus nu van normaal af. En betekent dus dat hij twee keer naar beneden toe breekt. Precies zoals we bij een lens ook verwachten. Verder over licht. Ja, het symbool voor lichtsnelheid. Ja, omdat het zo'n bijzonder getal is, hebben we een speciaal symbool voor. Dat is de kleine letter C. Ja, en het is niet voor niks C, hè, want het is een constante. En ook deze staat natuurlijk in BINAS. Ja, C, lichtsnelheid. En het is een natuurconstante en die staan allemaal in tabel 7. Maar, ja, is het wel een golf? Vroeger was er een discussie over. We hadden meneer Huygens, een Nederlands genie. En we hadden meneer Newton, een Engels genie. En Christian Huygens, die was stellig, die zei van licht natuurlijk, het is een golf. Maar Newton, die zei van het zijn deeltjes. Nou, daar gingen ze natuurlijk eventjes flink over discussiëren, zoals wetenschappers wel betaamd. En men kwam tenslotte erop uit dat men, ja even kijken, wie wint? Jawel, meneer Huygens, die kwam als winnaar uit de bus, oftewel op die tijd was men het erover eens, licht is wel degelijk een golfverschijnsel. Maar een paar honderd jaar later kwam Albert Einstein en die zei van, nou let op, licht is inderdaad een golfverschijnsel, maar het kan ook een deeltjeverschijnsel zijn. Het is ongelijk hoe je er naar kijkt, wat voor meting je doet. Dus soms zie je licht op deze manier en soms zie je licht op deze manier. Als deeltjes. En die deeltjes, die worden fotonen genoemd. En één foton heeft een bepaalde energie. En de energie van een foton is eenvoudig uit te rekenen. Nou, die is gelijk aan H maal F. F is frequentie. Die hebben we zo net gezien. Die is behoorlijk hoog voor licht. 10 tot de macht 14 hertz. Afhankelijk van de kleur wat ervoor hoort. En H, dat is de constante van Planck.
En de constante van Planck die is bijna net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker dan de constante lichtsnelheid. Die staat dus ook weer in dezelfde tabel, tabel 7. Kijk, die staat net boven de lichtsnelheid, constante van Planck. En een vreemde naam zou je zeggen, Planck. Nou, dat vond deze meneer niet. Dit is meneer Planck. Dus, hè. En die constante is ook een natuurconstante. En als je nu kijkt naar dat elektromagnetisch spectrum, dan zul je dus zien dat hier bij de hoge frequentie, ja, dat daar dus veel energie is, betekent dat het ook behoorlijk gevaarlijk is daar. En dat moet je ook niet onderschatten bij het zichtbaar licht. Als je aan de meest rechterkant van het zichtbaar licht gaat zitten, dus daar bij het ultraviolet, dan is dat het deel wat je gebruikt om lekker bruin te worden in het zonnetje. Maar het is dus ook het meest energierijke deel van het licht, betekent dus dat het ook het meeste schade kan aanbrengen in je huid. Dus is het soms toch wel verstandig om zo nu en dan een parasolletje op te steken. En dat was het. Lekker rusten. Tot ziens.